I'm coming, honey! God damn it! Goedenavond, beste kijkers. Er is verontrustend nieuws gelekt uit anonieme bronnen in verband met de evacuatiekampen in heel Europa, Amerika en Azië. Ondertussen zijn er in verschillende staten van Noord-Amerika opstanden uitgebroken en zoeken demonstranten wanhopig naar een kans om te overleven. Specialisten ter plaatse hebben de situatie ingeschat en de geschatte overlevingstijd op aarde is momenteel 42 uur en 24 minuten. Ondertussen zijn er al verschillende ruimteveren en andere ruimtetoestellen gelanceerd en wij willen u vragen om in uw huizen te blijven en de straten zoveel mogelijk te vermijden. Bedankt voor het kijken, dit was het Extra Noordjournaal. Wij volgen de situatie op de voet. Dag beste kijkers, welkom bij het weerbericht. Er zijn over de hele wereld aardbevingen weergenomen en ook scheurt de aardkorst open. Volgens dit witte front kunnen er orkanen voorkomen in heel ons land. Dit was het weer, bedankt om te kijken. Ja, onze bibliotheek is juist aan het afbranden en ik vind het zo erg, want die boeken, die literatuur, dat is belangrijk, hè? Eigenlijk, hè? Zouden ze een raket moeten maken, gewoon puur voor boeken. Want literatuur gaan ze ook nodig hebben in het volgende leven, hè? Op die andere planeet daar, dat ze over gepraat hebben. Daar. We moeten ook boeken hebben, nou. En we moeten mensen anders doen. Lezen, dat is het belangrijkste wat mensen kan doen. En ik vind het heel jammer voor die boeken. En weet je wat zelfs nog gebeurd is? Er straks kwamen er gewoon mensen een beetje dingen stelen in onze bibliotheek, hè? Hey, dat hou je toch niet voor mogelijk? Dat doe je toch niet zoiets? Ja, het is crisis voor iedereen, hè.